In tijden van corona gaat NH Nieuws op zoek naar de impact van de crisis op het leven van de gewone Noord-Hollander. Waar ben je? Vandaag zijn we in het zorgcomplex Zonnehuis in Amstelveen. Familieleden staan te wachten tot de koningin het balkon opkomt. Ha! Dat is ze hoor. Hoe gaat het? Rottig, wat dan? Alles doet je zeer. Nou, wat vervelend. Afgelopen dagen ging het juist wel aardig. Ja, heb je vandaag een rotdag? Nou, dan is het maar goed dat ik even kom zwaaien. Hè? Voor de kwetsbare ouderen betekent besmetting met het coronavirus vaak een verschrikkelijk einde van hun leven. Voor hun eigen bestwil worden de bewoners daarom afgeschermd van de buitenwereld. Aan deze kant zie je een gebouw voor 72 plaatsen. Mensen met een dementiesyndroom bij ons verblijven, die 24/7 zorg nodig hebben. Dit gebouw hier is kortdurend verblijf, met bovenop een zorghospice. Mensen komen hier revalideren of herstellen. En tenslotte dit gebouw, hier verblijven mensen ook 24/7, omdat er een lichamelijke oorzaak is dat ze die zorg nodig hebben. Deze mensen blijven al weken allemaal binnen in deze gebouwen, op hun etage, op hun kamers. Al anderhalve maand lang ziet Bibette Segers haar moeder Rita alleen nog maar op afstand of via de telefoon. Waarom moest je huilen dan? Omdat je niet meer kan lopen. Ja, dat snap ik. Ja, nou. Vervelend dat ik nu niet bij je kan zijn. Dat vind ik wel heel naar. Maar goed, zwaai even, dan gaat het misschien weer over. Joehoe! Ze heeft af en toe toch wel wat minder goede dagen. En ja, ze was nu een beetje emotioneel omdat ze stijf was en niet kan lopen. En niet even naar beneden kan komen. Dus ja, dat is altijd moeilijk dat je niet even vast kan pakken. Vermaakt u zich een beetje daar? Of, ja, televisie kijken. Maar voor de rest niks. Nee, vreselijk. We moeten er buiten kunnen. Ja, het is gezellig en dan zie je het bonnetje roken. Maar mag dat? Of moet er dan iemand mee? Ja, je mag nu alleen maar met verpleging. Maar hoe vaak gebeurt dat? Heel weinig hier. Het Zonnehuis doet er alles aan om de bewoners te laten bewegen. Maar vanwege de maatregelen is er maar weinig mogelijk. Er wordt wel gelopen ook met onze mensen, een wandelingetje maken, maar altijd wel onder begeleiding en één op één. Dus één medewerker of een activiteitenbegeleider met één cliënt. En ook de oefenruimte wordt nauwelijks meer gebruikt. Maar je moet je voorstellen, het was hier altijd helemaal vol, druk, allerlei mensen in de weer aan het oefenen. In het nieuwe normaal is het allemaal anders. In het oude normaal was bijvoorbeeld hier in deze restaurantzaal gingen mensen gezamenlijk ontbijten via het ontbijtbuffet en 's avonds gezamenlijk diner nuttigen. Ja, dat is niet meer. Dat is nu gesloten en dat betekent dat mensen allemaal op een kamer zitten. Maar dus ook de onderlinge ontmoetingen veel meer moeten ontberen. En dat daarin valt een gat wat door de zorg wel weer moet worden opgevuld. Hoe ziet uw dag eruit? Nou, we gaan mijn bed uit en morgen was er een boterhammetje eten. En dat is het. Nou, je doet verder ook nog wel dingen. Ja, nu, ja, maar nu niet. Normaal gesproken ga ik schilderen en beduren en zo. Voor de rest, nee. Gemiddeld genomen verblijven mensen hier een jaar. Dus een jaar is eigenlijk heel erg kort. En als je iedere maand dat je natuurlijk je familie niet ziet, is het eigenlijk te veel. En dat is een enorme strijd die ook bij onze collega's, bij iedereen voelbaar is. Van, je wil zo graag dat de mensen hun eigen familie, hun vrienden kunnen blijven ontmoeten. Hun gemoedstoestand kunnen delen. En dat is nu weg. En dat, ja, we zoeken met z'n allen naar alle mogelijke oplossingen om daar iets op te bedenken. Eén creatieve oplossing is het inhuren van een hoogwerker. De bewoners kunnen naasten dan even van dichtbij zien en spreken. Een hoogwerker is ook erg leuk, dat is natuurlijk een paar uur. Maar je zoekt een permanente oplossing, dat er afspraken gemaakt kunnen worden, dus dat er contact weer is tussen cliënt en familie.
Hier gaat een wand komen met een deur erin, zodat familie hier vanaf de buitenkant met de cliënt in gesprek kan. En zoals je ziet, ook mensen die bedlegerig zijn, kunnen we hier plaatsen. En dat noemen we de zonnekamer. En die zullen heel snel al gerealiseerd zijn. De medewerkers zijn zich voortdurend bewust dat zij het virus kunnen meenemen naar binnen. Met alle vreselijke gevolgen van dien. Wij hebben hele nauwe contacten met onze cliënten. Dat maakt ook waarom wij zelf in ons privé zo voorzichtig moeten blijven. Dus voor mij is een supermarkt toch wel iets wat ik zo min mogelijk betreed. Puur uit veiligheid, omdat je wil voorkomen dat je vanuit die supermarkt het virus dan toch uiteindelijk ook weer hier kunt neerleggen. En daarmee je collega's en je bewoners besmet. Dankzij de strikte maatregelen en intensief testen heeft het zorgcomplex het virus nu onder controle. Toch zijn er op de dementieafdeling wel al mensen gestorven aan het virus. We hebben ook wel gezien dat families ervoor kiezen om in die servicefase niet aanwezig te zijn. En dan waarschijnlijk een keus maken om in ieder geval bij een uitvaart aanwezig te kunnen zijn. En dat is dan uiteindelijk de verzorgende die dan wel naast het bed zit. Er sterft hier, denk ik, zo goed als niemand in zijn eentje. Daar zijn de collega's echt heel erg scherp op dat ook in die allerlaatste fase mensen niet alleen zijn. Ook al hebben ze het wellicht niet meer door. Maar ja, daar wordt heel goed voor gezorgd. Ik ga even een bloemetje afgeven bij Alice, de moeder. En ik bel jou vanavond nog even. Ja, oké. Doei doei. Doei doei. Nou ja, binnenkort is de hoogwerker, hè? Scheelt dat? Ja, dat scheelt wel even iets. We mogen elkaar dan nog steeds niet aanraken natuurlijk. Maar het is voor haar wel heel fijn dat we even face-to-face, dat je elkaar in de ogen kan kijken. Hè? Want dan zie je ook wat iemand, wat er omgaat in iemand. Ja, dat voelt al wat prettiger, wat persoonlijker weer. En het is ook top dat geregeld wordt. Dat vind ik echt heel goed. Het is een buitenkansje om elkaar dan toch even te zien. Maar als dit allemaal over is, dan kom je weer lekker in de tuin. En dan gaan we gezellige barbecue doen. Volgens mij krijgt iedereen sowieso in deze tijd na corona alleen maar hele grote feesten. Want we gaan alles vieren. Ja? Ja? Toch? Ja. Thank you.